een zeer hartelijk welkom in het Airborne Museum. Ik heet u welkom mede namens Gerrit Staal. Die heeft u ook op de uitnodiging zien staan en dat is de initiator van het Airborne hier. En die heeft alles te maken met hetgeen wat wij hier vanmiddag gaan doen. En dat is de onthulling van de luisterplek bij het Airborne Museum. Allen hartelijk welkom. Ik wil ook nog met name natuurlijk ook de lokale burgemeester, de Heinrich, van harte welkom heten. Maar nog een speciale woord van welkom aan de heer Wiegel. We zijn zeer blij dat u in de rol van voorzitter van de Nederlandse Brouwers vanmiddag bij ons bent. En de onthulling wilt verrichten. Dat is de onthulling van een luisterplek. Een luisterplek op een hele historische plek. En dat weten de meesten van u. Als we zo om ons heen kijken, dan zien we een buitengewoon vredig en lieflijk park. Dat staat er weer geweldig bij, ook dankzij alle inspanningen van de gemeente Renkum. Maar tegelijkertijd weten we dat hier de heftigste gevechten hebben plaatsgevonden uit de geschiedenis van ons land. En dat is nog niet eens een gek lang geleden. Het Airborne Museum, gevestigd in het voormalige Hotel Hartenstein, was het hoofdkwartier van de Britten tijdens die slag. Het is een pur lieu de mémoire die het verhaal vertelt van de slag om Arnhem. Dat doen wij als museum dagelijks. Die slag die een kantelpunt inhield in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Door het verlies van die slag duurde de oorlog een half jaar langer. Hebben wij de hongerwinter meegemaakt en duurde het een heel eind langer voordat Berlijn bereikt werd door de geallieerden. En dat heeft grote betekenis gehad voor hoe het huidige Europa er nog steeds uitziet. Die geschiedenis die vertellen we in het museum en aan de hand van die geschiedenis vertellen we misschien nog wel iets dat belangrijker is en dat is de strijd die hier geleverd is voor onze vrijheid. Een vrijheid die wij als vanzelfsprekend vaak beschouwen. We kennen die al sinds 1945, maar u zult net als ik dagelijks het nieuws volgen. U ziet wat er in de Arabische lente gebeurt, u ziet wat er op dit moment in Libië gebeurt. En de prijs die mensen willen betalen om die vrijheid te hebben en te kunnen genieten. Wij vertellen erover, ook in veel onderwijsprogramma's, om te laten zien dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is en ook een verantwoordelijkheid geeft aan ons allen. Dat doen wij onder andere, gaan we dat doen aan de hand van deze luisterplek. En dat is een onderdeel van de Liberation Route. Ik denk dat dat een fantastisch middel is, die Liberation Route. Het is een eigen tijdse manier om complexe historie aan de hand van persoonlijke invoelbare verhalen te kunnen duiden aan mensen. En wat bijzonder is, is dat die Liberation Route ooit in dit museum door een voorganger van mij, Frans Smolders, bedacht is. Nou, we hebben Frans gevraagd om er vandaag bij te zijn. Hij kon helaas niet komen. Maar hij heeft dat toen laten uitvoeren door twee studenten. En die studenten die zijn, nadat ze dat keurig hadden uitgewerkt, zijn ze ook aan een succesvolle carrière begonnen en zijn inmiddels gemaakte mannen. En ik vind het verschrikkelijk leuk dat Wietse Visser en Sarel Tempelman vanmiddag in ons midden zijn als grondleggers van die Liberation Route. Hartelijk welkom. Ik heb ook twee kleine luisterkeien voor jullie om mee te nemen straks. Waar dat u heeft geleid. Inmiddels zijn er 49 van deze luisterplekken al door Gelderland en daarbuiten uitgerold. En het zat mij natuurlijk persoonlijk buitengewoon dwars dat het idee is hier ontstaan. Maar wij hadden geen luisterplek en ik vind het geweldig dat die weefout vanmiddag hersteld gaat worden. Ik moet natuurlijk op zo'n moment, ik zal vaart maken tot direct nog even andere sprekers het woord te kunnen geven, een aantal mensen bedanken. En dat wil ik op de eerste plaats wil ik Peter Kruk zeer bedanken. Ik weet niet waar Peter staat. Hij gaat direct nog iets... Hey Peter. Peter is eigenlijk de projectleider van de Liberation Route. En dankzij hem hebben we snel kunnen schakelen. U denkt, nou, daar ligt een steen en een verhaal erbij. U wil niet weten wat er allemaal bij komt kijken. En dankzij Peter is dat snel en goed verlopen. Peter, dank je wel. Ik dank ook, en hij is er geloof ik niet... Wibo Boersma, een man die al lang verbonden is aan dit museum en als ons historisch geweten heeft gefungeerd bij de ontwikkeling van het luisterverhaal hier. Een verhaal dat is ontwikkeld, het creatief aspect, door Mirjam Bolten van Giespers AV Media. De persoon die uiteindelijk het verhaal heeft bedacht, uitgeschreven, geregisseerd in de studio.
en constant Wibo in haar nek had. Die zei, dat kan niet. Historisch onjuist. Staat hij daar, hè? Wibo, ik heb het net over je. Buitengewoon bescheiden man, maar een belangrijke rol in de totstandkoming van dit luisterverhaal. Ik wil dan, je hebt niet altijd de kans om dat aan publiek te doen. Ik wil zeker ook de eigen medewerkers en vrijwilligers bedanken. En zeker met name noemen Berry de Reus en Roland Boekhorst, die weer hebben bijgedragen in alle voorbereidingen, ook in dat van deze middag. En de belangrijkste man die ik wil bedanken in dit verhaal is Gerrit Staal. Gerrit die als in zijn vrije tijd, was dat Gerrit? Gerrit die het Airborne bier bedacht heeft en geïnitieerd. En daar vanuit de opbrengst hele mooie caritatieve projecten financiert. Hij heeft eerder een bijdrage geleverd aan onze educatieve ruimte. En deze luisterkei had er niet kunnen komen zonder jouw steun. Zeer veel dank daarvoor. We zijn een gezond museum in deze cultureel moeilijke tijden. Maar wij kunnen goed voor onszelf zorgen. Alleen die extra's, dat moeten we hebben van mensen zoals jij. Dus zeer veel dank namens ons bestuur en bezoekers natuurlijk vooral. Vertel ik nog een laatst woord over onze luisterplek, voordat ik direct het woord geef aan Peter Kruk, die wat meer vertelt over de Liberation Route. Wij hebben als uitgangspunt voor ons luisterverhaal een object genomen uit de eigen collectie. Een object wat niet in een vitrine te zien was, terwijl het zo'n verschrikkelijk mooi object is. Het is de helft van een armband. We zullen straks het verhaal aan u laten horen, dus ik ga dat niet allemaal vertellen. Het verhaal heet De Vriendschapsband. Het is een verhaal waarin alle elementen van ons werk en van onze missie bij elkaar komen. Het gaat over verzet, het gaat over moed, het gaat over vriendschap. En het gaat met name om die ultieme prijs die er betaald is voor onze vrijheid. Het is een prachtig middel wat we zeker veel zullen gaan inzetten. Er komt een educatief pakket bij voor het voortgezet onderwijs. En dat is een pakket dat wordt ontwikkeld door EduArt. En onze eigen Hester Ketel, onze educatieve medewerker. En het is bestemd voor de onderbouw HAVO-VWO en de bovenbouw VMBO-T. En het mooie is dat het ontwikkeld wordt op een hele eigen tijdse manier, waarbij het gebruik gaat maken van ons digitale schoolbord en de interactieve stemkastjes die eerder zijn gefinancierd door Gerrit. Dus alles valt helemaal op zijn plek. Tot slot, alle dank die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Ik ben buitengewoon trots op deze steen. Het is een geweldig hulpmiddel voor de belangrijke boodschap die wij als museum te vervullen hebben. En ik hoop dat we nog lang met het Airborne Museum en uw steun dat werk kunnen blijven doen. En dan geef ik nu graag het woord aan Peter Kruk om wat meer over de Liberation. Jan Toetman namens de projectgroep die de Liberation Route realiseert iets meer te vertellen over de Liberation Route zelf. Dat doe ik natuurlijk heel graag, vooral op deze historische plek. Jan noemde het al een beetje. Tijdens de slag om Arnhem was dit het geallieerde hoofdkwartier. En nu is het de plek waar we nieuwe generaties diezelfde geschiedenis doorgeven. Dat het dan op zo'n plek een luisterplek komt voor de Liberation Route, ja, daar zijn wij gewoon heel erg blij mee. Wat is de Liberation Route? In 2008 zijn we met de Liberation Route gestart. 23 luisterplekken in de regio Arnhem en Nijmegen. Luisterplekken waar je een verhaal komt te beluisteren. Grote verhalen, kleine verhalen. Over burgers, verhalen over militairen. Maar telkens een verhaal dat iets vertelt over wat er op een plek gebeurd is tijdens de eindfase van de Tweede Wereldoorlog, op weg naar de bevrijding. De verhalen die kun je op heel veel manieren tot je nemen. Je kunt met een smartphone in je hand, heel veel mensen hebben tegenwoordig zo'n apparaat, kun je het verhaal downloaden van onze website. Gewoon staan in de veld. Je kunt bellen naar 0900 nummer. Je kunt natuurlijk ook thuis alvast de verhalen downloaden en gratis op je mp3-speler zetten, of op je cd dan. De Liberation Route die staat stil bij grote verhalen. Grote verhalen die iedereen kent. De luchtlandingen, de strijd om de bruggen van Arnhem en Nijmegen. Maar we hebben ervoor gekozen om ook kleine verhalen te vertellen. Verhalen over enorm verdriet, intense vreugde, dat hoort ook bij de bevrijding, en enorme angsten. Verhalen van hele gewone mensen, gewone burgers, gewone militairen. Bijvoorbeeld over Rosa Jacobs, die vluchtelingen, die Joodse vluchtelingen, die bijna de hele oorlog overleefde. Ik zeg bijna, want vlak voor de bevrijding werd ze dodelijk getroffen door een granaatwerp. Het gebeurde in Beek. Op deze plek vertellen we over de twee bevriende zweefvliegtuigpiloten.
twee mannen die een armband hebben, samen delen en de afspraak maken dat ze elkaar na de oorlog weer zullen ontmoeten. Het mocht niet zo zijn. Al die verhalen, die koppelen we aan elkaar. En die geven een goed beeld van wat in deze omgeving gebeurd is tijdens operatie Market Garden en erna. Al die verhalen die koppelen aan musea, aan begraafplaatsen, aan monumenten. En dat doen we heel bewust. We willen mensen graag de mogelijkheid geven om meer informatie te krijgen over wat we vertellen. We koppelen dus alle verhalen, maken het hele verhaal compleet en presenteren dat aan een groot publiek. En het werkt. De Liberation Route is ondertussen gegroeid. 51 luisterplekken hebben we nu al. Het zijn er al meer dan Jan net noemde. En over een paar weken komt nummer 52 er ook bij. Bij Hotel Dreyeroord. Nummer 52. En het gebied waar die luisterplekken te vinden zijn, wordt ook steeds groter. We zijn hier begonnen in Arnhem en Nijmegen, maar de Veluwe is nu ook al aangesloten. Er liggen al luisterplekken van Elburg tot aan Gennep en van Tolkamer tot aan Renen. En op allerlei manieren proberen we mensen te attenderen op die Liberation Route. Folders, brochures, internet, films, lespakketten voor scholen. Van allerlei manieren proberen we er aandacht voor te krijgen. Zelfs in het buitenland. Het Nederlands Bureau van Toerisme is voor ons bezig om de Britse, Belgische en Duitse markt te bewerken. Want dat is voor onze regio enorm van belang. Battlefield tourism is een begrip dat in het buitenland algemeen ingeburgerd is. Hier kijken we nog wel eens naar met zo'n blik van, nou, moet dat wel? Van buitenlanders niet. Jaarlijks bezoeken ongeveer 400.000 mensen deze omgeving. Enkel en alleen om te beleven, te kijken wat er hier gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Liberation Route wil daaraan een bijdrage leveren. Wil Battlefield Tourism naar deze omgeving stimuleren. Dat is goed voor deze regio, dat is goed voor onze economie. En in de tussentijd blijft de Liberation Route gewoon doorgroeien. De Veluwe is al aangesloten. Dit najaar en begin volgend jaar volgt Brabant. 23 luisterplekken langs de Highway to Hell. De route die de geallieerden aflegden tussen Eindhoven en globaal Nijmegen. En met heel veel trots mogen we ook zeggen dat de Liberation Route zelfs Europees gaat. Zuid-Engeland, Normandië, Île-de-France, Parijs, Ardennen, Noord-Rijn-Westfalen en ook Berlijn gaan aansluiten bij de Liberation Route. In 2014 gaat dat gebeuren, 70 jaar na D-Day. Zo ontstaat een 3000 kilometer lange route vanaf Zuid-Engeland, Normandië tot aan Berlijn. Waarbij je op honderden plekken kunt horen en beleven wat er is gebeurd. Je kunt het pad van de geallieerden volgen toen ze West-Europa bevrijden. Natuurlijk koppelen we daar weer opnieuw musea, begraafplaatsen, monumenten aan. Want we willen mensen meer informatie geven. En we koppelen er ook accommodaties aan. Want je wil natuurlijk goed kunnen overnachten als je een aantal dagen die Liberation Route volgt. We verbinden er restaurants aan, want ja, tussendoor een keer lunchen is ook niet verkeerd. Om die Liberation Route te realiseren en om het uit te breiden, hebben we ondertussen een stichting opgericht. Stichting Liberation Route Europa. En daarin zitten de mensen vanaf het eerste uur. De mensen, de organisaties die er vanaf het begin bij betrokken zijn. Het Bureau van Toerisme Arnhem-Nijmegen, het Nationaal Bevrijdingsmuseum, het Airborne Museum en het Gelderse Overijssels Bureau voor Toerisme. En we worden ondersteund door een hele grote groep mensen, enthousiaste mensen, oudheidkundige verenigingen, historische kringen en andere historici. En dan mag ik zeker onze eigen huishistoricus, Ivo Boersma, niet vergeten, want die heeft ontzettend veel werk verzet. Maar we krijgen ook steun van hele andere organisaties. De stadsregio Arnhem-Nijmegen bijvoorbeeld, die heeft zijn schouders gezet onder die Europese uitbreiding. Dat was ons als toeristische organisaties en als musea niet gelukt. Daar zijn we heel blij mee. Nou, nu u begrijpt, gehoord heeft wat de plannen zijn met die Liberation Route en wat er gaat gebeuren de komende jaren, 2014, Liberation Route Europa, zult u ook begrijpen waarom wij juist zo blij zijn met die luisterplekken. Want straks hebben we een Europese Liberation Route. Nou, dan kun je het gewoon niet verkopen dat het Airborne Museum in Oosterbeek deze luisterplekken zou ontbreken. Wij zijn er heel blij mee en namens de hele projectgroep wil ik daarom het bestuur, directie en medewerkers van het Airborne Museum van harte feliciteren met deze luisterplekken.
En we hopen dat het een aanwinst voor uw museum mag zijn. Dank u. Dankjewel, Peter. Dat geeft nog wat meer inzicht over de omvangrijkheid en de ambities van de Liberation Route. Ik kijk toch nog één keer naar de oud-studenten. Hoe voelt dat nou als je dit verhaal hoort, wat er ooit uit jullie koker is gekomen? Voordat ik het woord geef aan Gerrit Staal, wil ik nog even één ding rechtzetten wat ik vergeten ben te noemen. Ik heb net verteld dat er een heel indrukwekkend onderwijspakket bij komt. En daarbij dien ik te melden dat dat gefinancierd wordt door de vrienden van het Airborne Museum. Onze trouwe vrienden die, waar we veel mee samenwerken, die zorgen voor onze inhoudelijk geweten en de historische juistheid op een hoop terreinen. En zij hebben die gesten gemaakt door als vrienden dit ons te menen moeten schenken. En daar zijn we zeer dankbaar voor. Dus heren, ja. Veel dank. Het is nog niet klaar. Het loop van het najaar is het gegeven. Even een schokje water. Hij drinkt water, zoals u ziet, en geen Airborne meer. Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat u hier al aanwezig bent. Wederom een presentatie van Airborne weer met het schitterende Airborne Museum Oosterbeek. Dank aan de directie dat ik weer de gelegenheid gekregen heb om hier een presentatie te houden. Ook in de organisatie, de onthulling van de luisterkei. U hoort het, de dank gaat over en weer. Maar die moet er wel bij zijn, want zonder toestemming krijg je niet het woord natuurlijk. We gaan ervoor zorgen dat het allemaal weer van een leien dakje gaat verlopen. En dat het toch weer iets bijzonders wordt ten opzichte van de voorgaande presentaties. Het is tenslotte 1 september. Dat betekent de dag waarop de jaarlijkse Airborne herdenkingsmaand jaarlijks weer start. Ik vind het heel fijn dat het deze datum geworden is. Ik heb daarom ook een heel bijzondere gast uitgenodigd, dat is ook al aangekondigd, dat is de heer Wiegel. Speciaal ook hem hartelijk welkom. Ik zal mijn speech kort houden, maar ik wil toch graag even stilstaan bij de 12 jaar Airborne weer. Wat heeft dit privé-initiatief dat zonder subsidie en of sponsoring opgezet is nu eigenlijk bereikt? Nou, zoals u wellicht weet zijn er inmiddels 15.000 flessen verkocht. En recent is de 15.000ste geleverd aan de Gallengal. Hier in Oosterbeek, eigenaar Erwin Weideveld is hier ook aanwezig. Ik denk dat ze het hebben. Ja, provisie had met 15.000 fles. Nou, de verkoop heeft een en ander financieel opgeleverd. Het is ook al door Jan Hovers opgemerkt. Eén ding is nog niet gezegd. Dat is een andere tak in feite. Dat is de stichting Lest Me Forget. De stichting Lest Me Forget die behartigt de overkomst van veteranen en hun nabestaanden. Deze die hebben in deze periode €6.000 bij elkaar ontvangen. De heer Pietersen, ik bevestig dat nog eens even. Hartelijk welkom, meneer Pietersen. Fijn dat u er ook aanwezig bent. Nou, het stemkastjesysteem dat is net al even genoemd, dus daar ga ik het niet nog een keer over hebben. En dan komt er nu een nieuwe oplage Airborne Bier. Die weer garant staat voor een mooi bedrag, €4.500. Totaalbedrag van maar liefst dus €12.500. Nou, dat is voor een, kan ik zeggen, uit de hand gelopen hobby geen is in de kuur. Dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Maar niet alleen een pot met geld is verzameld, er zijn ook diverse prominenten hier geweest. Aan het begin hebben ze luister gezet bij het project en onder andere twee Renkumse burgemeesters. Ik had gehoopt dat we vandaag de nummer 3 zouden bereiken, maar dat is de lokale burgemeester, heb ik begrepen. Ook van harte welkom bij de raad. Nou, de toenmalige Gelderse commissaris van de koningin Kamminga, die is hier ook geweest op uitnodiging van Airborne Bier. Naar aannemen goede kennis van de heer Wiegel. De heer Kamminga die heeft uit handen van het Britse veteraan Frank Newhouse in 2004 een fles Airborne Commissioners Brew ontvangen. En dan ook, wil ik nog noemen, de Poolse veteraan, oud-soldaat Anthony Fedorowicz,
in 2006, 5 jaar geleden, de 10.000ste fles, een heel mooie mijlpaal van Airborne Bier, geschonken kreeg. En last but not least, wil ik ook nog even noemen, 4 directeuren van dit Airborne Museum. Tja Jan, ik hoop dat jij ook al wat langer voor gaat komen. Je loopt al een tijd rond, Gert. Ja. Ja. Heel lang al. Ja, dat zal toch zijn. Ja, ja. Ja, dan vandaag klap op de vuurpijl de heer Wiegel. Iemand met een zeer grote naamsbekendheid. Het is ook al aangekondigd dat de heer Wiegel hier niet is namens de Nederlandse Zorgverzekeraars, maar als voorzitter van Nederlandse Brouwers. Samen met de heer Adema, directeur van deze organisatie, een overkoepelende organisatie voor de Nederlandse brouwerijwereld. Het is een hele eer dat het vandaag plaatsvindt, dat het gelukt is om deze heren hier in Oosterbeek te krijgen voor de onthulling van de luisterkei. Ik zie de heer Wiegel dan ook de beste ambassadeur vandaag om Airborne Bier, of namens Airborne Bier de luisterkei te onthullen. Ik dank u voor uw aandacht. En ik geef graag het woord aan de opperbouwmeester van Nederland, de heer Wiegel. Dank u wel. De lokale burgemeester. Nog één stap en dan kun je de toko weglaten, dus je weet nooit hoe het verder gaat. Dames en heren, ik ben met grote nieuwsgierigheid eigenlijk hier naartoe gekomen, want ik was nooit in het museum geweest en deze bijeenkomst begon om 3:30 en ik dacht, nou, kijk of ik een uurtje eerder kan komen, dus ik heb het museum ook bezocht en ik vind het heel mooi, ik vind het ook heel instructief. Ik vroeg ook aan degene die mij begeleiden, komen ook heel veel scholen hier naartoe, hè? Jonge mensen, en dat gebeurt ook en dat lijkt me ook heel erg belangrijk, want als je jong bent, zeg maar een jaar of 16 of een jaar of 18 of nog een beetje jonger, dan lees je misschien wel in de krant of je kijkt op de televisie naar overal in de wereld waar oorlogen plaatsvinden. En je kunt het je waarschijnlijk helemaal niet voorstellen dat niet eens zo veel jaren geleden dat ook in ons land het geval was. En het mooie van die tentoonstelling hier en van de beelden die worden vertoond is dat je je ook echt dan een indruk kunt krijgen van wat er hier in Oosterbeek en bij Arnhem allemaal is gebeurd. En ook historisch gezien heeft die slag die er geweest is toch, u zei dat zo pas, een grote betekenis gehad. Want als de slag gewonnen was door de geallieerden, dan was de oorlog eerder afgelopen en dan lagen de grenzen tussen Oost en West heel anders. Dan zou dat ijzeren gordijn, als het er al was gekomen, op een heel andere plek hebben. Zo kun je zien dat een paar dagen in de geschiedenis bepalend zijn voor het verloop van de geschiedenis. Zoals het ook zo is dat een paar mensen daar bepalend voor kunnen zijn. Hè? Denkt u aan de toenmalige Engelse eerste minister Churchill, die voor de oorlog helemaal aan de kant stond van zijn partij, die gehaat was door zijn vroegere partijgenoten. En toen er puntje bij paaltje kwam, er was op het juiste moment en de juiste dingen deed. En de Amerikaanse president ook wist ervan te overtuigen dat de Amerikanen moesten meedoen. Je zou jezelf de stelling, zou je die kunnen innemen als hij er niet geweest was. Dan was het misschien heel anders gegaan in Europa en hadden wij misschien hier niet in vrijheid kunnen leven. Dus kleine momenten, personen of gebeurtenissen kunnen een hele grote invloed hebben. En het is dus ook heel erg belangrijk dat zaken die zoals die hier geweest zijn, dat daaraan wordt gedacht, dat men zich dat herinnert. En daarom is die Liberation Route een heel goed initiatief geweest en is ook uit nu zo'n beetje 50 locaties van die zogenaamde luisterplekken, hè? Ik zag hier, er kwam zo pas een hond aan. Ik weet niet of u dat gezien hebt. Voor hem was het meer een snuffelplek dan een luisterplek. Maar dat die er gekomen zijn. Ik denk dat dat een heel originele en goede gedachte is geweest. Om die geschiedenis vast te houden. Zoals je in het museum ook kunt zien wat er allemaal bijvoorbeeld in het centrum van Arnhem is gebeurd. Tijdens die slag van Arnhem. De kerk stond er nog voor een deel en de rest was weg.
En ik hoorde ook vanmiddag dat veteranen hier ook na de oorlog kwamen. En Britten en Polen niet te vergeten, die eerst dachten, ja, wat zullen die mensen in deze streek het erg vinden dat wij hier geweest zijn, omdat bijna alles kapotgeschoten is, hè? Als gevolg van hun komst. Dus hebben daar kunnen constateren dat die Nederlanders die hier toen woonden, kleine jongetjes, grote mensen, heel dankbaar waren voor die liberators van toen. Ook dat hoort bij de geschiedenis die levend moet worden gehouden. En zoals u zich afvraagt, heb ik mij ook afgevraagd, waarom ben ik hier eigenlijk? En toen is mij verteld van het initiatief van het Airborne Bier. Nou, dan moet je nog weer een paar hele grote stappen doen. Wil je dan de voorzitter van de brouwers in Nederland vragen om hier ook te zijn? Dus wat daar voor een merkwaardige kronkel aan ten grondslag heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk, ik ga er naartoe, want ik ben er nog nooit geweest en het is eigenlijk wel een apart verzoek. En ik wil, voordat ik kom tot het zeker afronding van mijn verhaal, toch ook nog iets anders vertellen over de band tussen bier en de oorlog. En dan ga ik terug in de geschiedenis van de Nederlandse brouwers. Want aan het eind van de 30e jaren van de vorige eeuw is, er was die oorlog. Is door de toenmalige directeur van Heineken, was de heer Stikker, die later minister van Buitenlandse Zaken is geworden en secretaris-generaal van de NAVO. Is door de heer Stikker besloten dat de Nederlandse brouwerijen zich in één verband gingen verenigen. Dat heette toen het Centraal Brouwerijkantoor. Want Stikker zag de oorlog aankomen in 38, 39. En in de oorlog moet er ook bier worden gebrouwen. En wat is er toen uiteindelijk gebeurd? Toen konden, zeker de Heinekenbrouwerij, die toen al een van de grootste was in het land, kon men dus zien waar de zendingen bier, die gebrouwen werden, naartoe werden getransporteerd. Naar de Duitse legeronderdelen die op verschillende plekken gelegen waren. En vanuit Amsterdam werd via de bekende geheime lijnen die troepenconcentraties van de Duitsers ook doorgegeven aan Londen. Dus ook wat dat betreft ligt er in het verleden enige verbintenis. Nu even terug naar dat bier. Ik ben inderdaad voorzitter van de bierbrouwers, dat ben ik nu over een jaar of 30 of zoiets. Ik zit dus ongeveer op de helft van mijn termijn. En ik vroeg mij natuurlijk af, dat heet dan Airborne bier, maar door welke brouwerij is dat bier eigenlijk gebrouwen? Weet u dat? De Friese bierbrouwerij. Holzwart, Uusheid. Heel goed. Ik ga zo meteen naar Friesland toe. Ik ken die brouwerij. Uusheid is het merk van die brouwerij. De brouwerij is gevestigd in de oude Zuivelschool. In de Zuivelskwalle, ja. In Bolsert. Mooi stadje, ja. Geen dorp, maar een stadje. En het is heel erg lekker bier. Dus u moet ongetwijfeld, als u denkt, nou, het is lang genoeg gepraat, moet u zo meteen daar naar die tafel hollen en kijken of u daar een glas kunt verkrijgen. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik willen zeggen dat ik het toch wel heel bijzonder vind dat ik ben uitgenodigd. En laten we nog eens denken ten slotte, want dat woord, dat serieuze woord wil ik toch zeker spreken, dat dit wat nu gaat gebeuren, hè, een van die luisterplaatsen onthullen, dat dat een verdere bijdrage is aan het ons bewust blijven, zeker ook de generaties na ons, van datgene wat er in een oorlog kan gebeuren. Welke ellende mensen kunnen ondervinden. En ik denk dat het heel goed is voor de jongelui om daar ook, ja, om daar ook kennis van te nemen. Dat het verhaal levend blijft. En daarom onthul ik zometeen gaarne met enige technische assistentie deze nieuwe luisterplek. Deze kei met dat prachtige doek eroverheen, waarin die brave Britse hond, die we zo net langs dagen ook nog even heeft gesnuffeld en heeft goedgekeurd, want hij kwispelde. Dank u zeer. Ja,
voor de achterkant dan. Ik denk dat we het met z'n allen even. Ja, gaan we voorzichtig aan, hè? Anders valt het om. Dat gaan we nu horen. Okay. Voor wie is het niet kunt luisteren, dat kunt ook moeten doen. Het is half september 1944. Twee jonge zweefvliegpiloten zijn met hun toestellen opgestegen van het vliegveld Broadwell in Engeland. Ze hebben opdracht om te landen op de landingszone bij Wolfhezen, diep in vijandelijk gebied. Aan boord zijn soldaten van het 1e bataljon, de Border Regiment. Zij moeten de brug over de Rijn veroveren. Daarna kunnen de geallieerde grondtroepen vanaf de Belgische grens oprukken naar Duitsland. De oorlog zou zo nog voor de kerst over zijn. Maar het loopt anders, dat weten we. Wat er precies gebeurd is tussen deze twee zweefvliegpiloten tijdens de slag om Arnhem, dat weten we niet. Maar er is een stille getuige. De helft van een rood-wit-blauwe armband. De andere helft ontbreekt. Want ook dit persoonlijke verhaal loopt anders dan gepland. Ik dacht nog, daar ga je, Richard West. Vrijwilliger, voor God. Niet eens voor eigen vaderland. De adrenaline giet als een gek door je lijf. Dat voel je. Niet die kogel. Zuster, wie zal zich mij laten herinneren? Ellen? Praat nu maar even niet meer. Probeer te slapen. Op hetzelfde moment op een andere plek. Ellen? Hé, hey, jij lijkt wel van de wereld af. Wat heb je daar in je hand? Oh, dit. Dit is een armband. Nou ja, de helft dan. De andere helft is bij mijn vriend Richard William West. Ik heb hem een paar dagen geleden achter moeten laten bij de gevonden post. Weet je, wij zijn echt kameraden voor het leven. Enkele dagen daarvoor... Hallo, de Z-West. Kom Ellen, schuif op in die put. We hebben wel vaker krap gezeten, wij tweeën. Weet je nog, Sicilië en in Normandië? Ja, en nu dus weer een grote kerel. Klopt, en voorlopig ben je nog niet van mij af. Gedurende de tijd dat ze bij de Airborne-eenheid verblijven, opereren de piloten als infanteristen. Op 19 september verplaatsen ze zich naar de stationsweg in Oosterbeek, de oostelijke zijde van de stelling rond het hoofdkwartier in Hotel Hartenstein. Daar nemen ze posities in tegenover het landgoed de Dennenkamp. De beschietingen gaan onophoudelijk door. Oh man, ik zou er nu al in gaan. Oh, zo groot glas. Vers getapt. In de pub in Sussex bij mijn moeder. Heb ik je ook nog een keer mee naartoe gesleept? Ah ja, home sweet home. Moet je ons horen. 21 jaar en we klinken als twee oude mannen. William! Will! Stafsergeant Allen sleept zijn zwaargewonde vriend tot de kelderdeur van een woonhuis aan de stationsstraat in Oosterbeek, waar een familie zich schuilhoudt. De dochter kijkt schichtig door het kelderraampje en ontdekt de beide mannen. Twee soldaten. Engelsen. Er lijkt er eentje gewond te zijn. Ja, ik weet het wel zeker. Ik gooi de deur los. West heeft medische verzorging nodig. En snel. De bewoners brengen hem naar de gewondenpost. In Hotel Schoonoord. Iets verderop. Met gevaar voor eigen leven. Ellen bedankt de dochter. Zij haalt een katoenen armband onder haar jas tevoorschijn en drukt hem in zijn hand. Een illegaal kleinood in de kleuren rood-wit-blauw. Dit is voor jou. Daar staat het woord oranje. Dat is de kleur van ons koningshuis voor als we bevrijd zijn. Dat duurt toch niet lang meer? Dank je. Oh. Hé, hey, makker van me. Hier scheiden onze wegen. Maar we gaan elkaar terugzien. Snijd deze armband in twee. Die helft is voor jou. En ik houd deze. En op een dag, als deze krankzinnige oorlog afgelopen is, dan is dit de band die ons weer verenigt. Zorg dat je op knap maat. Ik hou je daaraan. Deal, Ellen. En die bind, die bind die... Ah, stil nou maar. Maar West zal niet meer terugkeren. Ik wil niet. Laat me gaan.
Ik moet... Hij overlijdt op 6 oktober 1944 aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in Apeldoorn. Nee, geen morfine meer. Niet meer nodig. Zijn deel van de armband is verloren gegaan. Stafsergeant Allen trekt verslagen in de nacht van 25 op 26 september terug over de Rijn naar veilig gebied, zonder zijn vriend. Zijn deel van de armband is tentoongesteld in het Airborne Museum Hartenstein. De halve armband is een blijvende herinnering aan de vele jonge mensen, zoals Richard West, die hun leven gaven voor onze vrijheid. West ligt begraven op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Onder een van de vele witte grafstenen. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Wilt u meer weten over de laatste oorlogsjaren? Ga dan naar het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek of het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek.